VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door golfbaan Tespelduin. De feestlocatie van de Bollenstreek. Ik ben Luc en vandaag is de wedstrijd tussen VVSB en Hulsmalen. VVSB heeft een fantastische week achter de rug met de overwinning op Capelle en daarmee het behalen van de kwartfinale van de KNVB-beker. Geen gekke dingen in de opstelling. Tavila raakte wel geblesseerd in de wedstrijd tegen Capelle, dus Barami gewoon weer terug op zijn rechtsbuitenpositie. En ook Tim de Rijk, hij staat weer rechtsback. De bloemen zijn er voor Ronald van der Meer. Hij speelde tegen Capelle zijn 100ste wedstrijd voor VVSB. En dus tegen Hulsmalen zijn 101ste. En die krijgen hier de eerste kans via Lokaze. Alleen de spits van de Brabanders schiet de bal voorlangs. De hoek werd natuurlijk klein gemaakt ook door Ronald van der Meer. Was ook geen makkelijke bal. En uiteindelijk schiet de spits hem dus naast. De corner aan de andere kant voor VVSB komt weer terug bij Van Niel. Hij geeft de bal voor en dan is het Bekooi. Hij komt de bal diagonaal binnen. Staat daar best vrij en Bekooi al na ruim een kwartier voetballen met de 1-0. Het terugbrengen dus van Van Niel. Ja, die krijgt toch behoorlijk wat ruimte, Bekooi. En weet dat te benutten. En kopt VVSB dus al vroeg in de wedstrijd naar een 1-0 voorsprong. Bekooi zelf met de actie. Goeie actie, laat ze hielen zien richting Wijkmans. Bekooi geeft de bal voor. En nu is het Van Niel uiteindelijk met het schot. Maar de doelman van Bokstel was alweer op tijd terug op zijn plek. Om VVSB al van een 2-0 voorsprong af te houden. En weer is het Van Niel met de bal ingebracht. Sirboni. Van Niel met zijn specialiteit, het schot van afstand. En ook deze keer raakt hij de paal. En zo gaat de bal uiteindelijk naast. De middenvelder heeft dus bijgetekend bij VVSB. Stond in de bedankstelling van Spakenburg. Maar besloot dus om langer in Noordwijkerhout te blijven. Bekooi is lekker bezig hoor deze wedstrijd. Afvallende bal voor Ruigrok. Terwijl hij daar misschien toch zelf had moeten schieten, kiest hij voor een balletje breed. Of eigenlijk in ieder geval om de bal terug te pasen. En dat was misschien een toch wat mindere keuze geweest. Had gewoon voor eigen succes moeten gaan. Dat is wat hier Bekooi doet. Bekooi trekt naar binnen met 2-0. Nee, dat niet. Omdat de bal nog van de lijn af kan worden gehaald. Cerboni houdt de bal goed bij zich. Van Niel. Weer natuurlijk met een schot van randje 16. En uiteindelijk gaat hij nog over via een been van Hulsmalen. En dan, wat kunnen de Brabanders? Hier de bal over via Tonef. Overigens, het elftal wat met heel veel blessures kampt. Vergeleken de heenwedstrijd eerder dit seizoen, die VVSB nog met 0-1 verloor, of met 1-0 verloor, staan er toch 8 à 9 nieuwe namen in het veld. Barami schiet hier uiteindelijk de bal naast. Maar VVSB speelt goed tegen Hulsmalen, krijgt de meeste kansen, krijgt de beste kansen, maar het staat dus nog steeds 1-0. Als Peter van der Slot hier voorbij wordt gespeeld door Tonef, geeft de bal prima voor. Maar Van der Meer, let op, kan voor opruiming zorgen met zijn voeten. Goede doorspeelbal van Cerboni richting Barami. Barami ziet daar De Rijk vrij staan en De Rijk schiet de bal dan uiteindelijk over. Inmiddels dus ook al Peter van der Slot ingevallen. Is naar zijn rechtsbackpositie gegaan en De Rijk nam de plek over van de geblesseerde Josic als Van Niel hier al dicht bij de 2-0 is. Maar Van Bokstel kan de bal nog tegenhouden en Van Niel die baat daarvan. OJC Hulsmalen dan een keer met een kans. En wat een kans ook gelijk. Weer is het Tonef, de gevaarlijkste man aan de kant van OJC Hulsmalen.
Met toch een aardige kans op de 1-1. Misschien dan wel tegen de verhouding in. Maar zolang er nog maar steeds 1-0 staat, blijft het dus spannend in Noordwijkerhout. En de belangrijke redding dus van Ronald van der Meer. Barami aan de linkerkant van het veld. Overstapje van Serboni. Bekoor, die moet het eraf maken en dan gebeurt het weer niet. En ook deze keer met de nodige pech omdat de bal tegen de paal gaat. Maar dit was toch echt wel de beste kans op de 2-0. Via Tommy Bekoor. Parami pakt de bal af. Doet hij prima. Parami is weg. Parami moet daar Bekoor vrij zien staan. Dat ziet hij ook. Bekoor dan met een puntetje. En hij zorgt wel voor de 2-0. Die opluchting is er dan omdat hij vlak hiervoor natuurlijk nog die kans miste. Maar hij bedankt ook de man die de aanval eigenlijk alleen opzet. Parami. Dit is ook een prima paas, joh. En Bekoor, hij zorgde al voor de 1-0. Had behoorlijk wat goede acties eerder in de wedstrijd. Had de kans ook al op de 2-0. En die maakt hij uiteindelijk een kwartier voor tijd. Hier misschien de assist op de 3-0. Dat lukt niet omdat Serboni niet bij de bal komt. Parami dan met de kans, maar die kan de bal niet lekker aannemen. En dan is Koen van Bokstel erbij om de bal van Parami over te nemen. VVSB, het had natuurlijk wat moeilijke weken met onder andere het verlies tegen AFC, tegen TEC, tegen Kuik. Maar het vertrouwen lijkt terug in Noordwijkerhout. Als Parami hier de 3-0 moet maken, maar eigenlijk van een meter of 7 overschiet. En je ziet het ook dus gelijk aan de Noordwijkerhout. Dus het vertrouwen is terug. Hier misschien nog met de laatste kans als Van Bokstel er nu helemaal naast zit. Hij wordt uiteindelijk niet meer aangeraakt. Dus het is niet Stijn van der Slot met het doelpunt, maar Brendan Zigo Tighem. Hier geeft hij de bal voor. Niks of niemand raakt de bal meer. En Van Bokstel is in twee instanties kansloos. VVSB wint van Rosmalen met 3-0 en gaat lekker de winterstop in. Ja, hartstikke lekker. Het is fantastisch. Ik denk... We zeiden het voor de wedstrijd al, we moeten gewoon 3 punten pakken, maakt niet uit hoe. En ja, het is gelukt vandaag, 3-0. Mooie overtuigende zege, denk ik. Heerlijk, na woensdag toch lastig. Ja, zoveel euforie en ja, fantastische woensdag. Dus ja, dan is wel even knop om naar zondag. En ik denk dat iedereen zich wel ja, bewust van was van, dat we vandaag wel moesten knallen. Dat we gewoon met 3 punten de winterstop in moesten gaan en... Ja, dat je gewoon voor de winterstop gewoon goed afsluit. Als je nu met een nederlaag verder gaat, dan heb je 2 weken vrij en dan zit je toch nog een beetje te malen. En nu heb je gewoon de laatste 2 wedstrijden gewoon ja, goed resultaat gehad. En ja, vandaag win je gewoon heel dik verdiend met 3-0 uiteindelijk. Zelf ook lekker gespeeld? Absoluut, ja. Ouderwets altijd. Acties maken, snelheid benutten. En ja, vandaag maak ik 2 goals en ja, dat is mooi voor het team. Bekoor inderdaad, ja, fantastisch. Ik denk dat hij dat zijn man nog droomt over hem een hele week lang. Maar ja, die was echt ongrijpbaar. En ja, we hadden eigenlijk gewoon dikker moeten winnen. Maar, nou. Nog meer is vooral, denk ik. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja, dat denk ik ook. Nou, vergelijk met de laatste paar weken. Wat kan er in 1 week veel veranderen dan bij VVSB? Hè? Ja, kijk, de laatste 3 wedstrijden van de competitie hebben we verloren. Ik denk dat tegen de Capelle dat het hebben omgebogen en ja, nou doorzetten. Dus achter elkaar is het nou feest in de kleedkamer. Afgelopen woensdag was fantastisch natuurlijk, met het publiek en die supporters allemaal. Ja, dat vergeet je nooit meer zo'n dag. En ja, vandaag maak je het ook voor aardig wat supporters, denk ik, af. Ja, AFC en Kuik speelden we echt slecht en verliezen we 2 keer. Ondanks die 2 nederlagen denk ik dat je misschien ook nog wel kon winnen. Tegen TEC verloren met 2-1, maar waren we eigenlijk ook heer en meester, speelden echt goed voetbal. En die lijn hebben we doorgetrokken naar Capelle en vandaag naar Rosmalen. Ja, hoe kijk je terug op de eerste seizoen zelf? Ja, wel met gemengde gevoelens wel. We hebben best wel aardig gespeeld, maar je verliest gewoon 3 keer op rij. En ik denk dat je als je top 3, top 4 speelt, wat wij horen te spelen, dan hoor je niet 3 keer achter elkaar te verliezen. En dat is gewoon heel erg zonde. Je had nu gewoon... In de top 3 moeten staan met een stuk of 10 punten afstand op de nummer 8. En dan ziet de wereld er anders uit. En nu ja, sta je 6e, 7e of zo. En dan moet je de tweede helft, is prima hoor, maar dan moet je nog volle bak. Ja, je kan niks laten lopen. En we moeten nu gewoon een goede serie neerzetten na de winterstop. En
Jij sluit in ieder geval het seizoen, of de eerste seizoen zelf, prima af. Man of the match? Ja. Verdedigend was ik wel oké, denk ik. Voetballend, lange bal, niet heel fantastisch. Een paar slechte ballen. Veld, heb ook even zijn rust nodig nou. Het was zacht. Maar het is leuk dat de mensen dat doen. En dit keer was ik het. Maar ik denk dat Bokoy eigenlijk meer de credits verdiende. Dus. En een bonnetje ook nog aan hem gegeven, ook, hoorde ik. Bonnetje heb Tommy gehad. Want ik denk dat hij sowieso min of te mits was. In ieder geval fijne vakantie toegewenst. En ook veel verdiend volgens mij ook. Ja, dankjewel. Ik ga zo meteen lekker snowboarden. Dus, geniet ervan. Dankjewel. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door golfbaan Tespelduin. De feestlocatie van de Bollenstreek.